Welkom op deze allerlaatste sessie van onze reeks Cultuur Intercultureel. Een reeks die wij het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten, het Kunstenpunt en het Vlaams-Nederlands Huis De Buren hebben georganiseerd. Met als doel om goede praktijken toe te lichten in de culturele sector rond decolonisatie en interculturalisering en inclusie. Ik ben Rachida Lamrabet van het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten en ben heel blij dat ik deze laatste sessie mag inleiden. Het belooft een sessie in schoonheid te worden. We hebben weer een heel mooi programma voor u samengesteld. Vandaag gaat het over decoloniale esthetieken. En we voeren dit gesprek vandaag vooral aan de hand van een heel interessant boek. Geschreven door professor Rolando Vázquez, professor sociologie aan de Universiteit van Utrecht onder meer. En het is dit boek, het boek Vistas of Modernity, Decolonial Aesthesis and the End of the Contemporary. Rond dit boek is een tijd geleden ook een hele interessante podcast gemaakt door The Kitchen, een collectief in Brussel, waar onder meer ook Joachim Ben-Yacoub aan heeft deelgenomen. De podcast kan u herbeluisteren. De link zal u op onze site terugvinden. En dus aan de hand van dit boek voeren we vandaag dit gesprek en willen we eigenlijk ook proberen om een vertaalslag te maken naar de praktijk. En om dat te doen, laat ik vandaag eerst Joachim Ben-Yacoub, onderzoeker en schrijver, een keynote afleveren over zijn impressie over het boek. Hij zal dit in het Engels doen. En daarna zal hij een heel kort gesprek ook voeren met de schrijver van het boek, met professor Vázquez, ook in het Engels. Waarna we dan het gesprek zullen voeren met onze panelleden, onder leiding van moderatrice Ama Corantin-Koumi. Ama heeft voor ons al een sessie gemodereerd, maar ik ga haar toch even aan u introduceren ook nog. Ama heeft een master behaald in de gender studies aan de Universiteit van Utrecht. Zij is ook publiciste, publiceert onder andere bijvoorbeeld voor NRC Next. Ze heeft ook al meer dan 12 jaar ervaring in de culturele sector, zowel in België als in Nederland. En zij zal het gesprek voeren met Mathieu Charles. Mathieu Charles is schrijver en theatermaker. Daarnaast is hij ook actief als organisator, dramaturg, workshopgever, procesbegeleider in de culturele sector. En zijn interesses gaan vooral uit naar beeldvorming, discoursanalyse, pluriversele decolonisaties en onderzoek naar culturele archieven. Het volgende lid in het panel is Ines Blanca van der Scheer. Ines Blanca van der Scheer behaalde een master in literatuurwetenschap aan de UvA in Amsterdam en zij doctoreert op dit moment. Haar onderzoek richt zich vooral op de relaties tussen mens en de niet-menselijke natuur in de Caraïbische kunst en de filosofie. Ze is momenteel werkzaam bij het Amsterdam Museum als junior conservator. Zo, ik heb onze gasten van vandaag geïntroduceerd. We voorzien ook na het panelgesprek ook een gesprek met jullie allemaal. Dus aarzel niet om jullie vragen in de chat te zetten, zodanig dat we die ook kunnen doorspelen aan de persoon voor wie ze bedoeld zijn. We voorzien ook dat we deze sessie afronden rond 3:30. Voilà, ik denk dat ik alle praktische zaken heb vernoemd. Ik wens jullie een hele aangename namiddag en ik geef het woord heel graag aan Joachim Ben-Yacoub. Oké, dankjewel Rachida.
En iedereen ook van de organisatie, Mirjam, Alissa, maar ook Nora, die er nu niet meer bij is, maar die wel meegeholpen heeft aan heel de organisatie. So, ik ga nu overgaan naar het Engelse. It's an honor to introduce the book Vistas of Modernity, a book that captures the prolific thinking of Rolando Vasquez and his pioneering work on decoloniality and aesthesis. The first time I heard of decolonial aesthesis must have been around the spring of 2015, as I subscribed to the decolonial summer school in Middelburg. Rolando has been organizing since 2010. It was a rising poetics at the time, already holding the promise to grow into a communal space where you could think about artistic practices, making sense and sensing the world differently. The summer school helped us make sense of the decolonial turn that was well underway in Belgium too, as it confronted us with the lived reality of the colonial difference, with the simple wisdom that in modernity, the enjoyment of the few is entangled with the suffering of the many. It helped us understand colonization not only erases the lives, livelihoods, stories, and cultures to steal the land or extract the resources and minerals from these stolen lands, but that in its modern legitimation, it also erases these erasures. It became clear that the colonial difference is not something theoretical, developing somewhere outside ourselves, but rather something we inhabit, experience every day, something ancestral, something that precedes us, something lived and embodied. In Vistas of Modernity, Rolando further develops this colonial difference and presents to us a deep excavation of that double erasure, the erasure of the erasure, and the way it produces the modern subject as a consumer, but also as a spectator, as an always defiant copy of the normative man. Torn up by the what Rolando calls the vortex of the colonial difference, this normative man cannot but reproduce the inherited colonial wound. So as Rolando underlines, decolonial thought is grounded in the inherited experience of mass enslavement, genocide, colonization, but also in the guiding precedents of refusal, the lingering option of delinking that facilitate various ways to overcome and undo the logic of coloniality. Hence the central ethical question of the book, how to undo the colonial difference, how to detach the enjoyment of the few from the suffering of the many. In the light of the irreparability of what has been erased, eviscerated, and dismembered, Rolando underlies in his spiral mode of writing and thinking the importance of precedence and provenance, of remembering and reparations, mourning and healing, to allow new forms of existence beyond gender, beyond race, beyond class to reemerge. So zooming into the image of the Eiffel Tower in Paris on one of the postcards in his book, Rolando points to the impossibility to inhabit the modern universal God's eye perspective, the pure and abstracted zero-point epistemology, the view from above, the panorama, as he insists on a more grounded and relational perspective on reparation. So the references to aesthetics and Vistas of Modernity have little to do with the rational judgment of beauty. Rather, they engage with the critique of modernity as a world image, as a particular hegemonic worldview and choreography after the conquest of the world as picture and the flattening of the world as artifice. The postcards that demarcate the different chapters of the book turn into mirrors, and the archaeology of the modern colonial male gaze transform into an excavation of the timeless, sovereign, but enclosed, at times delusional, even monstrous self of what Enrique Dussel called the ego conqueror. After unpacking the aesthetic order of modernity and its regime of representation by unearthing different 19th century tourist postcards from different monuments, exhibitions, human zoos, safaris, and other explorative endeavors that make up the mother structural feeling, Vistas of Modernity holds space for
different art practices. The artistic practice discussed in the book of various artists such as Jeanette Ehlers, Rana Amade, Fabian Barba, Patricia Karsenhout, Saudat Ismailova, or Amanda Pina have some traits in common, as they all seem to engage in liberating aesthesis, as they undo the processes of erasure proper to coloniality, facilitating the reemergence of silent stories and ways of coming into place and inhabiting a pluriversality of worlds. Each in their own way, they position themselves as an option against the presupposed universality of the codified but unmarked normative contemporary sovereign male colonial gaze and subvert it. Subverting this all-seeing gaze from nowhere or everywhere, centralizing sensuous reception, these artistic practices make room for different modes of listening. So if aesthetics points at the modern control over representation and over the field of experience, hiding the subjugation and erasure it stands and strives on, aesthesis points to the always preceding possibility to keep on reimagining different ways to undo the colonial difference, to reworld the world and inhabit the earth in relation, to live, breathe, move, to simply love again. So having woven together these words with his own poetics, Rolando gives us a solid base for a possible remedy to what Olivier Marbeuf diagnosed as this sudden decolonial or decolonizing fever that seizes the trembling bodies of the most renowned institutions in the art world and help us find the right words to rearm the decolonial gesture so that it makes the lips of those who pronounce it tremble again. So to conclude this very brief introduction, let me just end by asking a question I think might be appropriate for the discussion today with Rolando. This question has to do with the way, Rolando, you relate to academic and cultural institutions who want to contribute to an inclusive and plural society. You reach out very gently, you reach out to them with a generous decolonial path through which they can facilitate what you call an intersectional transformation, or a transformation that not only requires to diversify the personnel of the institution or broaden and reach out to the public, but most importantly needs to profoundly alter the epistemic and aesthetic depths of their curatorial practices, their canon and collections. To do this, mobilizing aesthesis from the underside of the colonial difference is strategically key. And as artistic projects for and by artists in Brussels and in Belgium at least, often are dismissed as outdated, excluded from the plane of contemporary, that appropriated and emptied the now as an aesthetic standard, as merely social, or at best socio-cultural or social artistic, lagging behind, out of place, at times racialized, even animalized, but for sure always lacking the required quality to flourish and excel in the monocultural, anthropocentric and Eurocentric canon of the arts. At the same time, Rolando, you also seem to underline the importance to refuse and delink from the desire of recognition, transparency and representation, and to continuously rehearse how you poetically demarcate aesthetics from aesthesis, all the while reclaiming and demanding the right to opacity as explained by or developed by Edouard Glissant and the communal building of one world in relation. So Rolando, could you tell us maybe how you see this tension between, on the one hand, the necessity to facilitate intersectional transformation, and on the other hand, this right to opacity? Thank you, Joachim. Thank you all for inviting me and for being here as well. Well, it is an important question and also practical question. I will try to reach it, to bring it towards the practical as well. So on the one hand, the modern colonial order has been about
excluding other voices, other histories. So there is this need for the decolonial transformation of institutions in order to undo the colonial difference. And this requires several levels of intervention. So as we did with the question of decolonizing the University of Amsterdam in our report we wrote with Professor Gloria Becker, the different dimensions that we addressed was the what, the who, and the how. So who is at the university? So who is in our cultural institutions? Who is directing? Who is tending to services in our institutions? Who is collecting? Who is creating? Who are the actors? Who are the publics? Then we had the question of the what. So what is in the collection? What are the canons? What is the content? How we open that up for diversity? And then the how we do things. Our methodologies, our ways of doing need to change as well, because we could have, let's say, decolonial content in an imperial method or in a racist methodology. So we also need to change the ways in which we do things. So that has to do with engaging the institutions with the task of undoing the colonial difference that is at the source of most inequalities in our societies. Now, when we speak about the right to opacity, what it means is that when we open these institutions to move away or to overcome the Eurocentric canon or the canons of universality or contemporaneity, we are not doing that to institute a new canon, let's say the decolonial canon or anything like that, right? So we are moving towards pluriversality, and that means we are moving towards a world in which many worlds can fit. And in that world or in that way of working, we work with the acknowledgement that comes deeply from feminist thought and from non-white feminisms of the incompleteness of all knowledge, of the partiality of all knowledge. So we are not seeking a new absolute and a new universal. But that is not leading us to relativism. That is not leading us towards a postmodern articulation of undoing the meta-narratives of modernity towards entering relative positions or a messiness where everything can go. A decolonial transformation implies undoing the macro narratives or the hierarchies to go into more truthful and situated position practices. So the practices, when they are situated, and the actors, when they are situated, they are not becoming relative. They are becoming more truthful, and they don't claim a universality or a superiority over others. Right? So the undoing of the universalities of the West is not leading us towards relativism, it's leading us towards humble practices where everybody has the right to their dignity and their right to their ways of sensing and enjoying the world, their aesthesis, right? So there is, in that way, no dominant canon that can erase other worlds or that has a right to put itself as superior. And in this acknowledgement of the incompleteness and partiality of all knowledges, as I say, it's not relativism, but it's a situatedness. It is the acknowledgement that I cannot know everything about the other, right? There is no dominant gaze here, is where the right to opacity operates. It is that the situatedness of everybody means that also everybody has a right to opacity. There is no gaze or no institution that can demand the total transparency or exhibition of the other, as our institutions have been built. So here, I think maybe just to close this question is,
There is, we have a very strong commonality with an important value of the Enlightenment, that is the value of equality. Only we think equality in a different way. Because for us, and this is following the Zapatista philosophy and First Nation and Indigenous philosophies, that equality is only possible through difference. We are equal because we are different. So I think institutions have to practice difference in order to achieve social equality. So equality is not the overcoming of difference. Equality is a celebration of difference. And you can only be equal because we are different, right? And this is a complete transformation of what this universalizing equality or this relativistic equalities do, right? That is blurring the positionality and the historical responsibility, and hence the possibility of justice and healing. So decoloniality is always a position practice that acknowledges it, and it is a humble practice. It doesn't lead towards a universality, but towards a pluriversality of position practices. Yes, it reminds me of the postcard of the Eiffel Tower, that is where you start your book with, no? Like where this the elevator elevates the viewer and the visitor of the Eiffel Tower to this universal view, no? Like and how the gaze is constructed. And I think this is also a key challenge. You talked about the partiality of all knowledges also, and the importance of situating these and from feminist thought and Black feminist thought, the idea of positionality to find a more grounded and relational way of working. But institutions are just like these massive, anonymized, almost universalizing structures. So how to reconcile these two contradicting dynamics of, on the one hand, a grounded relational way of approaching this necessary transformation and the massiveness of these institutions. Well, there are many answers to this question or many levels, right? I think the institutional is a very important dimension, but it is not the main horizon of decoloniality. It is a dimension that we have to address because institutions have been complicit with reproducing the colonial difference, right? But they should not be our ultimate horizon. Right? Now, if we are in an institution, we have to engage in practices of transforming those institutions because they become our localities or our place of action. But they are... But they should not be the ultimate horizon, right, of transformation. Now, if we focus on institution, I think, or more generally in the cultural and art world, what is argued in the essay in Vistas of Modernity is that we need to move from the paradigm of representation to a paradigm of reception. And that means, or moving from representation to relationality. So all these institutions were designed to hold the power of representation, right? Of representing the world. And the author was such an actor that will be the owner of our representation. So what happens if we begin focusing on practices of reception, right? What would that mean? And that's why we put a lot of emphasis on listening. As a transformation from the centrality of the gaze in modernity and the power of representation and the dominant gaze into practices of reception and listening. So for example, it will mean that these institutions would not need to focus so much in the enunciation of the creator or the director or on how the publics will passively consume this and that, but we'll focus more on their constituencies, on forms of listening, forms of assembling, right? Forms of engagement. That is one part. The other part has to do with their
with possibilities of transformation within those institutions. And so, for example, in the essay, we speak about the pedagogies of humbling that have to do with positioning again. So how we position these institutions in the modern colonial history, because all these institutions are implicated in coloniality, right? So how we can activate this colonial histories that they are implicated in, how we can interrogate their role, how can we situate those institutions, right? So in other words, we could ask what has been silenced by their practices of representation? What other voices were not valid? What other temporalities were not contemporary? And what would imply to recognize that and entering into a politics of listening and to make those voices being heard, for example? I think these are practices that can be done and are being done in many places. Like, for example, questioning the name of the former name of the Meli Art Institute that used to be called Vita de Vit was a process not just of questioning a name, but was a process of taking the demands of a society and a constituency that had a memory that was being excluded by the practices of that institution that hold that name. So how that institution gets open to transformation and to listen to those processes, and not just change a name, but remain in tension and remain responsible for its own history. I think these are part of the processes we are seeing now, and that give some hope that it is possible to move into more pluriversal practices that focuses on relationality, on the power of reception and not only the power of representation. Okay, thank you very much, Rolando. I hope like everybody will read your book because it's such a generous sharing and also a really practical guide for many organizations to engage in that intersectional transformation that is so necessary today. Thank you, Rolando. Thank you, Joachim. Goedemiddag iedereen, ik pak het even over. Goedemiddag, ik ben Amma Kwantinkumi. En het is enorm boeiend om aanwezig te zijn. En Joachim, Rolando, thank you very much. Joachim, dank je wel voor dit boeiend verslag. Ik ga nu eventjes, want ik kan me voorstellen, dit is allemaal in het Engels geweest. Dus aan mij de eer om een korte samenvatting die Joachim heeft gemaakt, om daar even de highlights van aan te geven. Dus het kernbegrip van het boek Vistas of Modernity van Rolando Vasquez is het koloniale verschil of de eenvoudige wijsheid dat in de moderniteit het genot van de enkeling onvermijdelijk verstrengeld is met het lijden van velen. Dat bezit en onteigening altijd hand in hand gaan. Dat de westerse beschaving onlosmakelijk verbonden is met het geweld van kolonialiteit en waaruit zij is opgebouwd. Verder werd ook de vraag gesteld, de centrale vraag. Vandaar de centrale ethische vraag van het boek, ethische vraag van het boek. Hoe kan het koloniale verschil ongedaan worden gemaakt? Hoe kan het genot van enkelen worden losgekoppeld van het lijden van velen? Verder biedt dit boek Vistas of Modernity ook ruimte voor verschillende artistieke praktijken. De uiteenlopende praktijken van verschillende kunstenaars komen voorbij. Jeanette Ellis, Rana Hamade, Fabian Baba, Patricia Kazenhout, Saudat Ismailova en Amanda Pina, die in het boek worden besproken. En die hebben een aantal kenmerken gemeen. Namelijk omdat ze allemaal bezig lijken te zijn met een andere vorm van decoloniale esthese. Omdat ze de uitwisprocessen die eigen zijn aan kolonialiteit ongedaan maken, verzwegen verhalen opnieuw laten opduiken
en laten zo toe een veelheid aan werelden te bewonen. Ten slotte, het nawoord van het boek reikt bovendien expliciet een zachte hand naar culturele instellingen, in het bijzonder naar het museum, en helpt hem de vraag te beantwoorden wat het werkelijk betekent om te decoloniseren. Door te wijzen op historische continuïteiten en overeenkomsten in de orde van representatie, die eigen is aan de koloniale postkaarten die in het boek worden besproken en de esthetische en epistemische orde van culturele instellingen, stelt Rolando enkele vragen die een brede weerklank zouden moeten vinden in de beslissingscentra van deze nog steeds monoculturele en nog steeds zeer exclusieve instellingen. Wie spreekt er in het museum of in de canon van de esthetica? Wie vertegenwoordigt en wie wordt vertegenwoordigd? Worden de intersectionele assen van discriminatie langs gender, raciale, economische en culturele lijnen niet in stand gehouden en herhaald in de scheidingslijnen tussen wie de tentoonstellingen samenstelt, wie de auteurs zijn, in tegenstelling tot wie de schoonmaak, catering en veiligheidsdiensten van deze instellingen voor zijn rekening neemt? Rolando reikt deze culturele instellingen die willen bijdragen aan een inclusieve en pluriforme samenleving een genereus decoloniaal pad aan, waarmee ze wat hij noemt een intersectionele transformatie kunnen afdwingen. Dat wil zeggen, een transformatie die niet alleen vereist dat het personeel van de instelling wordt gediversifieerd, of dat het publiek wordt verbreed en bereikt, maar bovenal dat de epistemische en esthetische diepten van hun curatorele praktijken, hun canons en collecties, ingrijpend worden gewijzigd. Dus dit was een kort verslag, eigenlijk van jouw verslag, maar Joachim, jouw woorden. Ik vind het misschien wel even goed en vul me gerust aan, Joachim, om ook even een korte vertaling te geven van de vraag die je aan Rolando hebt gesteld en zijn antwoord. En je mag mij gerust aanvullen. Dus Joachim stelde namelijk maar de vraag over de spanningsveld of de noodzaak voor intersectionele transformatie in instellingen en de spanningsveld daarin. En de antwoord van Rolando ging met name over het feit dat moderniteit en kolonialiteit eigenlijk gaat om het uitsluiten van andere stemmen. Er is namelijk nood aan deze intersectionele transformatie voor het ontmantelen van dit verschijnsel. En hij refereert ook naar de podcast met Gloria Wekker als moderator, waarin eigenlijk drie begrippen maar voorbij komen, namelijk de wat, de hoe en de how, de hoe. Dus de wat, de wie en de hoe. Wat gaat heel erg over de content, over de canon. Op wat voor manier zijn we met content bezig? Om wat voor content gaat het? De wie gaat over wie verzamelt. Wie is onze audience? Dus wie zijn de mensen eigenlijk in eigenaarschap en in zeggenschap? En de hoe gaat over de methodiek. Op wat voor manier zijn we dingen aan het doen? Ten slotte refereert hij ook dat in het verlengde hiervan gaat het over pluriforme werelden. Het is namelijk niet de bedoeling om een canon, een alleszeggende waarheid, te verplaatsen met een andere alleszeggende waarheid. Hij refereert namelijk naar de feministische gedachte, namelijk naar de zwarte feministische maar gedachtegoed. En hoe het belangrijk is dat je vertrekt uit een soort van partiality of knowledge. Dus dat het niet gaat om één waarheid, maar een bepaalde incompleteness of kennis. Dus dat kennis niet helemaal maar volledig is. En hij geeft aan dat deze decoloniale maar transformatie eigenlijk een weg is vanuit een hiërarchische orde, die je namelijk maar nog steeds ziet in onze culturele maar
instellingen. En dat het heel belangrijk is, maar voor deze transformatie, dat je eigenlijk vertrekt vanuit die dominante gaze en de dominante gaze eigenlijk maar afwijst. Ik hoop dat ik zo zijn woorden een beetje goed heb kunnen vertalen, Joachim. En vul me gerust aan als dat niet zo is. Dat lijkt me prima ook. Prima. Ik zou nu heel graag het woord willen geven aan Ines van der Scheer. Zij is junior conservator van het Amsterdams Museum. En Ines, ik wil jou heel graag het woord geven om hierop te reageren. Dankjewel. Ja, ik ben Ines. Ik ben dus junior conservator bij het Amsterdam Museum. Ik heb toevallig een aantal jaar geleden was ik onderzoeksassistent bij de Diversity Commission van Rolando. Dus het is echt leuk om op deze tekst te mogen reageren. Ik had begrepen dat ik vanuit de Nederlandse context zou reageren. En ik heb dus ook een kleine presentatie van waar wij mee bezig zijn. En dat is dan ja, decolonialiteit in de praktijk. En ik zou zeggen op drie niveaus. Tentoonstellingsgeschiedenis, samenwerkingen met hedendaagse makers en acquisitie. En daarin spelen dus heel veel van de vragen die ook in deze tekst voorkomen. Ik heb het statement van Rolando. Decolonial aesthesis confronts the modern colonial order with its outside, not a metaphysical outside, but the historical, geographical, and epistemic outside of its inframing. In its practice, decolonial aesthesis undoes the silencing of coloniality. Dat heb ik en hebben mijn team genomen als onze opdracht qua decolonialiteit. Ik zal dus een paar voorbeelden heel kort even laten zien. Als ik dit kan sharen. Oké. Kunnen jullie het allemaal zien? Ja, oké. Dus decoloniality at the Amsterdam Museum. Snel voorbeelden. Bij ons beginnen we eigenlijk met dus dat idee van the work of decoloniality is the undoing of the silencing of the by the modern order. Beginnen we hier met een besluit van het Amsterdam Museum om de term de Gouden Eeuw te veranderen naar de 17e eeuw. Dat was hier in Nederland best wel een grote beslissing. En dus als al aan het begin werd gezegd dat taal een grote rol speelt, dus deze verandering, maar ook onze beslissing om het woord slaaf niet meer te gebruiken, maar in plaats daarvan het woord tot slaafgemaakte te gebruiken. Wij hebben sinds 2021 hebben wij de Gouden Koets als tentoonstellingsobject. En hier hebben we ook een hele grote tentoonstelling omheen, waarbij de insteek ook plurality en multi-perspectivity was. Dit is een paneel van de Gouden Koets. Ik weet niet of jullie hem kennen, maar dit heet Hulde aan de Koloniën. En dit is waarschijnlijk wel het meest klassieke beeld van kolonialiteit wat je kan bedenken. En hoe wij hier in de praktijk mee omgaan is de samenwerking met hedendaagse makers. Dus dit is het originele paneel. En dan heb je hier Irish, een Nederlandse kunstenaar. En zij heeft het paneel dus opnieuw gemaakt. En zoals je hier ziet, laat zij die keerzijde zien. Dus van het glamoureuze, paternalistische, of ja, hier ironisch,
maternalistische beeld van witte suprematie, maakt zij hier een gewelddadig paneel van. En zij is een van vele kunstenaars, dus er zijn veel versies hiervan. Tentoonstellingsgeschiedenis. We zijn nu bezig met een tentoonstelling over kolonialiteit in het Amsterdam Museum. En we gaan hier in op deze tentoonstelling De Wereld Binnen Handbereik. En ook om te laten zien in hoeverre musea bijna inherently koloniale institutions zijn. Sorry, ik doe dit allemaal in het Engels meestal. En hierbij dealen we met decoloniale vragen, zoals herkomstonderzoek, de kwestie van restitutie, wat nu in Nederland ook vele musea wordt opgelegd. Voor ons is dat niet zo omdat we geen etnografisch museum zijn en dus ook geen koloniale collectie hebben. En hierin vinden wij de opdracht van decolonialiteit om juist te laten zien dat onze moderne collectie een koloniale collectie is. Dus we nemen hierbij alle portretten, alle schutterstukken uit het depot en framen ze in een nieuwe context van kolonialiteit. En dit doen we ook aan de hand van het recente onderzoek De Slavernij in Oost en West, waarin het Amsterdamse belang in de Nederlandse slavernij koloniale geschiedenis wordt uitgelegd. Qua tentoonstellingsgeschiedenis was dit de opening van een tentoonstelling De Wereld Binnen Handbereik, waarin exotica van meerdere Europese musea werden verzameld en tentoongesteld in Amsterdam in 1992. Ik weet dat ik niet veel tijd heb, sorry. Complex vraagstuk is natuurlijk ook restitutie, teruggave van koloniale objecten. En hierin spelen we ook met de vraag van wat is koloniaal, wat is decoloniaal. Dit voorbeeld is een zoutvaat, wat nu onderdeel wordt van een gesprek rond restitutie in de koloniale of decoloniale context. Maar dit is dan een voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog. Dus waar wij mee worstelen is waar we zoiets precies plaatsen. Dit zijn meer voorbeelden van het hedendaags makerschap in de vraag van het decoloniseren van het museum. Dus dit zijn twee hedendaagse werken, één uit 2013 en één uit 2016 van Ken Dorson en Iris Kensmail, waarin wij dus ook de alternative ways of being, alternative ways of knowing, alternative ways of embodying ook met onze bezoeker willen delen om ook hun begrip van geschiedenis, van de Amsterdamse geschiedenis, van de Nederlandse geschiedenis te verbreden met wat niet in de collectie zit, wat niet in de kanon zit, wat niet in archieven zit. Dus wat voor rol iets als fictie kan spelen in het compleet maken van een incompleet verhaal. Dit schilderij heet Manumission Pauline en het is een fictieve representatie van een tot slaaf gemaakte vrouw met haar manumissiebrief. En tot slot meer hedendaags werk, decoloniaal werk. Dit is een gathering van Nederlandse activisten, Nederlandse decoloniale activisten tegen Zwarte Piet, tegen politiegeweld
in de stijl van een schutterstuk. Dus weer het spelen met aan de ene kant het dominante narratief wat wij als Amsterdamse Museum jarenlang hebben gedeeld. En de decoloniale zijde van keerzijde daarvan. Ja, ik stop met delen. Dankjewel, Ines. Ja, dat is mijn reactie vanuit de praktijk. Oké, dankjewel. We komen er straks zeker op terug met vragen. En ik geef nu het woord aan Mathé Charles. Goedemiddag iedereen en dankjewel voor de uitnodiging. Mijn naam is Mathieu Charle. Ik ben momenteel theatermaker en werk samen of werk in partnerschap met verschillende instituten in Nederland en België. Mijn artistieke praktijk en onderzoek gaat vooral rond decolonisatie, decolonialiteit, anticolonialisme en bevindt zich op het top. Ja, het snijpunt van artistiek en dan academisch onderzoek. Of toch in het feit dat ik ook heel veel in dialoog ga met academische actoren. Ik vond het boek van Orlando heel interessant. Sowieso dankjewel om dit te schrijven en te delen. Of, yeah, thank you Orlando for writing and sharing this. Voor mij is het, zijn er heel veel herkenbare dingen op een persoonlijk vlak. En heel het vraagstuk rond decolonialiteit en anticolonialiteit en het decoloniseren aan zich van instituten, van onze samenleving, van kanon, van scholen, van curriculum, al die zaken, is voor mij een heel complex gegeven. Omdat het zo ingebed is in alles wat onze samenleving maakt. Ja. En een van die doelstellingen van kolonialisme was eigenlijk ervoor zorgen dat die verbeelding werd beknot en dat verschillende manieren van denken eigenlijk ondenkbaar blijven. En daarom zo moeilijk is vaak om buiten die kaders of binnen die kaders verschillende dingen uit te proberen. En als we het hebben over interventies of onderbrekingen van die koloniale constructies. De koloniale projecten die ook in het Westen eigenlijk ook verschillende invullingen hebben. En wat het ook weer moeilijker maakt van als je al gaat kijken internationaal hoe de debatten gevoerd worden, als je al kijkt naar Nederland en België en de verschillen hoe de debatten gevoerd worden, is het best wel complex. En ook heel vaak heel eenzaam om daar als individu ook in te navigeren. En daarom dat het voor mij wel sowieso heel interessant is om na te denken hoe dat westers denken en dat strak met een afgebakend speelveld dat volledig afgesteld is op eurocentrische logica om dat te onderbreken, om elk systeem dat zich binnen die logica bevindt om die te gaan onderzoeken en te zien hoe die af te breken uiteindelijk, of te deconstrueren. Want dat is voor mij wel iets waar ik persoonlijk dan een bedenking of een vraag bij stel, over transformatie. Omdat ik persoonlijk niet geloof in een transformatie of een evolutie van instituten naar een decoloniaal iets, wat dat ook inhoudt. Omdat transformatie betekent voor mij dat er wel nog bepaalde fundamenten van iets zullen blijven of bepaalde zaken die binnen een bepaalde logica, binnen een beeld gaan aanwezig blijven. En het feit dat kolonialisme eigenlijk een volledige invasie was en een volledige ontwrichting van wat identiteit betekent, wat eigenheid is, zelfbeeld, zelfvertrouwen, wat dat eigenlijk allemaal betekent en hoe dat ook ingevuld wordt, dat ook ergens dan niet noodzakelijk gelegitimeerd wordt, maar wel een waarde geeft. En ik denk dat een model dat opgebouwd is vanuit een superioriteitsdenken, vanuit witte suprematie, vanuit witte superioriteitsdenken,
dat daar geen waarde aan is. En dat het voor mij heel belangrijk is om, om na te denken hoe, hoe een wereld of hoe werelden, want Rolando zegt ook de Zapatista-idee van many worlds within one, vele werelden binnen één, hoe die koloniale realiteiten ergens kunnen bestaan en of die aan zich kunnen bestaan. En voor mij is het onderzoek dan ook, en wat op zich wel aansluit ook, en anderzijds ja, niet helemaal, maar wat betekent de volledige deconstructie of zelfs de vernietiging van wat we vandaag kennen als wit privilege en witte suprematie. Dat zijn eigenlijk wat de zaken die ik me afvraag, ook bij het lezen van de tekst. Ook op vlak van intersectioneel denken vind ik sowieso dus een noodzakelijk analytisch kader om een radicalere omwenteling te maken in de manier waarop dat we gaan denken en ook hoe filosofie en wereldbeelden worden ingevuld. Maar wat na intersectionaliteit? Want intersectionaliteit hanteert woorden die op zich koloniale constructies zijn. Als we het hebben over zogenaamd ras, als we het hebben over gender, als we het hebben over seksuele geaardheid. Al die zaken zijn op zich woorden, definities, die opgebouwd zijn vanuit die westerse, eurocentrische, koloniale bril. Maar hoe gaan we ook voorbij die woorden, hoe gaan we voorbij dat categorisch denken? En opnieuw naar een pluriverseel gegeven, los van het universele, multidimensionele, welke woorden dat je eigenlijk ook daarbij kan naar boven brengen. En dat eigenlijk dat nieuw denken ook nieuwe talen nodig heeft. En hoe we ook daarin moeten kijken van hoe taal het mens, hoe taal onze realiteit definieert. Ook het wereldbeeld status quo bevestigt en ook reproduceert. En dat we daarom eigenlijk moeten kijken hoe dat ook binnen onze instituten kan hergedefinieerd of herbekeken of gedeconstrueerd worden. Ik denk dat er sowieso wel wat dingen zijn die ik ook ga aanhalen dan tijdens de vragenronde. Maar ja, een decolonisatie van het kunstenveld aan zich en het idee van dat kunsten gebouwd zijn ook op een bepaald verdienmodel dat binnen kapitalistisch denken zich situeert en kapitalisme aan een koloniale constructie of hand in hand gaat met kolonialisme of hoe het kunstenveld en hoe naar kunsten kijken op zich al ook niet volledig omgegooid moet worden en wat daar ook weer allemaal binnen kan gebeuren. Hetzelfde met wat universiteiten en het academische luik daaraan precies betekenen. En het is enkel door op die manier, denk ik, ik zeg veel denk ik, maar volgens mij is het zo dat via die manier, door ook heel kritisch te gaan kijken naar hoe al die zaken zijn opgebouwd tot aan de wortel, dat we ook die koloniale codes gaan kunnen kraken. Dat we ook vanuit daar niet gaan streven naar een soort van gedecoloniseerde realiteit, maar naar een constante decolonisering dat uiteindelijk gaat moeten leiden naar iets wat we ons op dit moment niet kunnen verbeelden. Dus dat is mijn reactie. Ja, Mathieu, dank je wel voor het delen van je gedachten met ons. Zeer interessant. En we komen er straks zeker op terug. Voordat wij met de Q&A beginnen, en ik zou zeggen aan de kijkers thuis, zet gerust jouw vragen in de chat. Maar voordat wij met de Q&A beginnen, wil ik graag eerst inderdaad aan jullie wat vragen stellen en dit gesprek opengooien. Ik begin eigenlijk met Ines. Ines, ontzettend boeiende betoog.
Rolando heeft het natuurlijk in zijn werk over hoe onze musea, erfgoedinstellingen een constructie zijn van moderniteit, kolonialiteit. En hij gebruikt een heel interessante term die ik ook wel van toepassing vind uiteraard bij het Amsterdam Museum. Hij spreekt namelijk over de term double negation, namelijk dubbele ontkenning. Voor de kijkers thuis zou ik even toelichten wat het betekent. Dubbele ontkenning omschrijft Marolando enerzijds het ontkennen van het historisch verhaal van vooruitgang en ontwikkeling, dat historisch verhaal gelinkt is aan kolonialisme, uitbuiting en slavernij. Ook wel de entangled histories genoemd. Denk aan de Gouden Eeuw, Amsterdamse grachtenpanden. Hè? Maar anderzijds, dus aan de andere kant, heeft hij het ook maar over erasure. Namelijk dat naast het ontkennen van de entangled histories, vindt ook een plaats van ook het wissen van deze geschiedenis en van dit verleden plaats. Dus ja, Ines, ik was benieuwd. Jij bent net aangesteld als conservator. En je hebt natuurlijk net een hele mooie presentatie gehouden over jullie best practices. Dus eigenlijk over waar jullie nu zijn. En ik weet dat het Amsterdam Museum ook echt een slag aan het maken is. Maar ik ben natuurlijk benieuwd naar waar jullie ook vandaan komen. Dus de vraag is eigenlijk, wil je ons gewoon meenemen in de praktijk van waar komen jullie vandaan? En hoe kan je eventueel de link van de term dubbele ontkenning linken, dus de vertaalslag maken naar hoe was het Amsterdam Museum tot vandaag? Hè? En misschien, maar nog steeds, hè? Daar ben ik benieuwd naar. Ja, ik ben recent aangesteld. En daarvoor was ik niet heel. Ik heb niet veel bij Stedelijk Museum gewerkt, maar daarvoor was ik niet echt een museumbezoeker. En Amsterdam Museum is wel een van de eerste musea waar ik over hoorde toen ik hier kwam, omdat mijn collega Imara Limon daar een New Narratives programmalijn heeft opgezet, wat ik wel genereus zou beschrijven als een soort decoloniale reflectie op het dominante narratief van het Amsterdam Museum, wat gewoon heel traditioneel is, inderdaad. Een chronologisch verhaal hoe zeg je dat? Entrepreneurship in de stad. Alles waar Amsterdam befaamd voor is. En waar we vandaan komen, daar is nog heel veel van over, zou ik zeggen. We zijn nu bezig met een tijdelijke verhuizing naar de Hermitage, waar we ook een nieuwe permanente opstelling hebben van het verhaal van Amsterdam. En daarin proberen we zoveel mogelijk inderdaad tenminste één deel van die double negation to undo it. En welk deel is dat? Dat deel is de erasure van colonial violence, of het convenient weglaten van kolonialisme in het vertellen van het verhaal van Europese welvaart. En dat tweede deel van erasure, dus wat er inderdaad is gewist en wat we niet hebben feitelijk in de collectie en in de wereld. Daarin zijn we dus heel erg bezig met hedendaagse kunstenaars. Dus met representatie voor een deel, of mag ik dat zo benoemen? En ik speel even advocaat van de duivel als dat mag, hè? Ja, zeker. Nee, ik zou het geen representatie noemen. Voor mij gaat het wel verder dan dat. Glissant werd eerder genoemd. En hij schrijft ook over de geschiedenis die we niet kennen. Dus we hebben de travel logs van de kapiteinen, van de slavenhandelaar. En wat we niet hebben is de story in the whole. Daarin lijkt voor mij fictie
en kunst wel een belangrijke rol in te spelen. Niet geheel onkritisch van, oh, hier is een werk van een maker van kleur. Ja. Maar wel, voor mij is dat wel belangrijk. Voor mij, ja. Ik heb een vraag voor jou hier binnen gekregen. Kan dat tussendoor? Even kijken. Dus een vraagje aan Ines. De voorbeelden uit Amsterdam Museum waar ze op inging inderdaad. Over de hedendaagse kunst, maar praktijken. Gebeurt dit ook op andere manieren? Dus het hedendaagse kunst, maar praktijken en hoe dus dat het traditionele koloniale maar perspectief maar aanvult en kritisch maar belicht. Kan je daar wat extra voorbeelden van geven? Maar je sprak net al over de new narratives. Zijn er andere voorbeelden? Ja. En dat is ook misschien het antwoord op waar we waren en waar we naartoe gaan. Ja. Als begin new narratives als een beetje een supplement aan het programma, dus een extra lijn, een kritische lijn in het programma. We gaan steeds meer naar, denk ik, of hoop ik, een soort holistische transformatie, dus dat het overal in speelt. Dus nu in dat nieuwe verhaal in de montage, dus onze nieuwe vaste. Daarin spelen we ook met transhistoricisme, het linken van dus hedendaags werk. En merk je dat dan ook dat die transformatie, hè, die jullie op ingaan en waar Mathieu kritisch over is, dat je uiteindelijk als organisatie dat nooit echt kan, merk je dat dat op verschillende lagen maar gebeurt, dus op de wat, de wie en de hoe? Of zie je nog hier en daar maar lacunes? Ik ben daar gewoon benieuwd naar, van wat de struggles zijn in de praktijk als organisatie op dat gebied. In Nederland werken we met de code culturele diversiteit, of diversiteit en inclusie heet het nu. En dat gaat heel erg in op de what, who en how, dus ook personeel. Ze werken met 4 P's, P van personeel, P van partners, P van publiek en P van programma. En dat is hier, dat ligt heel erg bij inclusie medewerkers. Ik ben ook medewerker geweest. En juist daarin heb je inderdaad veel van dat humble perspective. Maar in curatorial practices denk ik dat je juist moet durven en dat er weinig ruimte is voor cynicisme. Ja. Oké, mooi. Wij komen er vast op terug. Ik ga naar jou, Joachim. Een interessante podcast. En ik weet ook gewoon, nou, waar ik enorm benieuwd naar ben. En ook gewoon misschien voor de kijkers thuis die de podcast niet maar hebben beluisterd of het boek maar hebben gekeken. Er wordt gesproken inderdaad over de taak van het decoloniseren van de esthetiek. En er wordt, Joachim, er wordt echt een verschil gemaakt van esthetiek in relatie tot esthese. Kan je dit, Joachim, nog op een heel voorlekend zoals ik dat verschil even uitleggen? Maar ik denk dat Rolando hier zelf is. Hè? Kun je Rolando zelf wilt antwoorden of... Het is hij die het dat verschil uiteindelijk gemaakt heeft. Can you hear me? Yes. Okay. The difference between the colonial aesthetics and the colonial aesthesis, right? This is the question? Yes, exactly. Okay. Well, it is a difference that comes initially from the work of Walter Mignolo and then an article that we wrote together. And it has to do with distinguishing aesthetics as part of the canon of modernity. So how Western civilization produces aesthetics
as a way of controlling the idea of the beautiful, the sublime, of controlling the canon of the arts. So in a way it has functioned as a normative system over the senses. So we separate that from aesthesis to speak of all those ways of sensing and being in the world that are not regulated by aesthetics. So we speak of decolonizing aesthetics to liberate aesthesis. So all the aesthesis, because every civilization, every people in the world has their own aesthesis, their own sense of the beautiful, their own sense of enjoying life, of sensing the world, of being with others. So in that way, aesthesis is also broader than aesthetics as a canon. And it's not just to do with the arts, but it has to do with how Western modernity began governing the senses, also of the everyday life citizen, the way we see. So with who, with whose eyes are we trained to see? And there you will have modernity coloniality again. So how we incorporate the colonial gaze, for example, or the white gaze. And so decolonizing aesthetics has to do with liberating aesthesis and begin understanding how power circulates through our senses by governing our bodies and our experiences of the real. Thanks so much for that clarification, Rolando. Joachim, ik maak dan eigenlijk gelijk de vertaalslag, want Joachim, je bent een onderzoeker, je bent een docent, maar ook in het kunstonderwijs. Ja. Dus de laatste jaren neemt heel erg een paradigma shift plaats, ook in het kunstonderwijs inderdaad. Dus je ziet vaak inderdaad onder studenten, maar ook onder jongeren, dat ze ook steeds meer echt de westerse kanon van het kunstonderwijs zijn gaan bevragen. Ik ben dus eigenlijk gewoon benieuwd naar jouw alledaagse praktijk als docent bijvoorbeeld bij Sint-Lucas of welke instelling maar dan ook. En dan vooral inderdaad in de context van het decoloniseren van deze esthetiek. Hoe zie jij dat en wat maak jij mee wat deze ontwikkelingen betreft? Dat is een hele boterham. Dus ik geef inderdaad les in Sint-Lucas in Antwerpen. Maar ik heb in verschillende kunsthogescholen les gegeven. En inderdaad, daar probeer ik die theorie waar dat we het vandaag over gehad hebben, hè, theorie daar, waar Rolando Vasquez echt aan de basis van ligt, die decoloniale esthetiek. Maar ik denk dat Rolando zijn invalshoek, één van de mogelijke invalshoeken is om esthetiek op een decoloniale en kritische manier te begrijpen. En wat ik probeer te doen op school is eigenlijk in een ruimte te creëren waar dat we in gesprek kunnen gaan met de studenten over die zaken, altijd aan de hand van verschillende teksten. Maar en dan zie je dat de studenten hun ervaring meebrengen in de klas en die ervaring koppelen aan de theorieën die we lezen. En op die manier zie je ook dat studenten die normaal gezien niet zo mondig zijn, plots het voortouw nemen in het gesprek. En studenten die minder goede punten hadden, plots de eerste van de klas worden. Maar ergens een vorm van conversatie ook. En ik probeer een open ruimte te ontwikkelen waar ik ook telkens mensen uitnodig die ik heb ontmoet gedurende het jaar. Dus mensen uit de praktijk, curatoren en kunstenaars, om aan het gesprek deel te nemen. En dan geef ik hen een vrije kaart. Soms geven zij een lezing of doen zij een performance en gaan ze in gesprek met de studenten. Maar ik denk het inbreken in de school en het veranderen van de architectuur van de klas in plaats van de leerkracht die ex cathedra lesgeeft naar een meer circulaire of vorm van gesprek. Tegelijkertijd ook
de ruimte open te breken tussen de klas, het klaslokaal en de stad en de kunstenaars en verschillende kunstinstellingen. En op die manier ook die kritische reflecties aan toe te passen op de dagelijkse praktijk en op mijn relatie met de school zelf en met de bredere samenleving, om wat we in het begin ook zeiden, duidelijk te maken dat die theorieën geen abstracties zijn, maar eigenlijk verwoordingen, eigenlijk zoals Mathieu zei, een zoektocht naar een bepaalde poëzie om een bepaalde situatie te verbeelden, maar ook een mogelijke uitweg uit die situatie. Dus zoals Rolando duidelijk heeft gemaakt, hoe dat je dat koloniaal verschil kunt zichtbaar maken. En doorheen het zichtbaar maken ook meteen op zoek gaat naar mogelijke uitwegen om dat koloniaal verschil op te lossen. Maar dus ja, ik denk dat... Ik vind het heel erg mooi, maar hoe je inderdaad door deze kleine best practice te geven, want het zijn eigenlijk kleine stappen die je in je dagelijkse werking maakt, ook zo op die manier dit koloniale verschil kan oplossen. Dus het hoeft niet gelijk ineens heel, want vaak merk je dat een instelling vaak met de handen in de haast zit van waar moet ik beginnen? Maar het gaat inderdaad ook om die kleine stappen, geef je nu aan. Ja, ik ga eventjes naar Mathieu. En Mathieu, jij had een aantal kanttekeningen. Maar voordat ik naar jouw kanttekeningen ga, wil ik eigenlijk gewoon inderdaad iets meer horen over hoe je als kunstenaar bezig bent met de logica van esthetiek in je werk. Dus je gaf al aan van nou, dit is waar mijn werk maar over gaat. Zou jij daar ons iets meer in kunnen meenemen? Heel kort. Ja, natuurlijk, graag. Wel, een van de zaken waar ik me over buig is de nood om alles te begrijpen. Ergens binnen te komen en als dat nu een voorstelling is of een museumruimte of wat dan ook. Maar de nood om alles te gaan overanalyseren en te willen begrijpen. Terwijl sommige dingen niet hoeven begrepen te worden. Dat je als persoon via context bepaalde zaken kan begrijpen of het gewoon niet voor jou bedoeld is als individu. Om een bepaald werk te zien en te begrijpen. En dat het voor andere mensen wel begrijpbaar is. En dat ook een waarde heeft. En dat die waarde ook mag bestaan in een ruimte die niet voor jou dan bedoeld is persoonlijk. En dat is iets waar ik mee experimenteer in mijn werken, in mijn eerste en ook mijn tweede voorstelling, om bepaalde codes te gebruiken die heel specifiek herkenbaar kunnen zijn voor mensen van verschillende diaspora's, kan van Afrikaanse en Aziatische, Zuid-Amerikaanse diaspora zijn, maar dingen die een soort van gedeelde herkenbaarheid, waar ik ook natuurlijk mensen ga uitsluiten die van die diaspora zijn, maar bijvoorbeeld die culturele archieven die noodzakelijk meegekregen hebben, bijvoorbeeld door adoptie of door andere zaken, waardoor er een bepaalde kloof is tussen de culturele archieven en die individuen. Maar om terug te keren, het gebruiken van die codes en het streven naar een soort van onbegrijpbaarheid ook voor de witte blik, is wel iets dat voor mij een waardevol onderzoek toch is. En ook een dialoog op gang. En soms heel moeilijke gesprekken natuurlijk, omdat als je je werk onbegrijpbaar maakt, en je werk binnen de kunsten is een heel wit veld, wit domein, dan hangt je werk natuurlijk af van het feit dat mensen ergens het begrijpen en het kunnen verkopen dan, hè, want het is in dat verdienmodel. En dat het een publiek vindt, maar door die witte instellingen die niet altijd goed weten waar hun publiek zich bevindt of wat een breder publiek kan inhouden, kom je eigenlijk in vaak heel moeilijke situaties terecht waarbij je voor een lege zaal kan spelen. Vandaar, ik kan me voorstellen dat daar een soort van spanningsveld zit, dus, of een soort van paradox in zit aan de ene kant.
ben je dus eigenlijk bezig met een bepaalde logica ontmantelen. Aan de andere kant, omdat je, doe je dat steeds vaker in witte dominante maar instellingen. Maar eigenlijk, maar de vraag maar die ik wil stellen is dat Marolando geeft ook eigenlijk in zijn werk aan dat er een soort van spanningsveld is, of het of een paradox in is, maar dat je als artiest op het podium staat bij zulke maar instellingen, ook vaak met die thema's bezig zijn, maar dat de instellingen eigenlijk geen diepere begrip hebben over jouw werk. En het diepere begrip van jouw werk ook vaak niet gezien of niet gewaardeerd wordt. Maak je dat ook echt in de praktijk mee? Heb je daar misschien een voorbeeld van? Ja, dat klopt op zich wel. En dat zie je ook, want dat begint al met wie je in gesprek gaat binnen een instituut of binnen een organisatie, met de verschillende mensen die aan tafel zitten. En dan met de mensen met wie je daadwerkelijk bijvoorbeeld op de vloer gaat staan, wat bijvoorbeeld techniekers zijn, wat bijvoorbeeld de mensen die met heel productionele of met heel het uitvoerende bezig zijn en die bijvoorbeeld niet op de hoogte zijn van het werk waarmee je bezig bent. En dat je heel vaak binnen die instituten naar een soort van performativiteit gaat, een soort van window dressing van decolonialiteit, van die ontmanteling en daar reflecterende. Maar dat het bijvoorbeeld dan niet ingebed is in de volledige organisatie, waardoor dat de doelstelling om dan op zich te gaan decoloniseren, om het zo te benoemen, eigenlijk zichzelf gaat tegenwerken, want je nodigt mensen uit. En de mensen die je uitnodigen zijn op zich wel tot op zekere hoogte wel, hebben wel enige van waar je mee bezig bent. Maar dan is de rest van de groep, van de organisatie, van de mensen niet mee. En kom je gewoon in heel moeilijke discussies. En dat gaat ook bijvoorbeeld dan als het gaat over publiekswerking of als het gaat over communicatie. Waar ik niet alleen voor mezelf, maar ook voor andere mensen al heb gezien dat het heel vaak misloopt. Omdat er geen gevoeligheid of kennis is voor juiste terminologie of correcte terminologie netwerken die afwezig zijn binnen de instituten. En hoe ga je het gesprek aan? Want ik krijg inderdaad een vraag uit het publiek van oké, hoe ga je het gesprek aan met deze instellingen zelf over de thema's waarmee je mee bezig bent? Ga je überhaupt het gesprek aan en de confrontatie aan? Ja, dat hangt ook af en daar ligt natuurlijk weer het feit dat je heel vaak geïsoleerd of eenzaam bent in die positie als maker bijvoorbeeld, ga je dan wel een gesprek aan, maar dat is wel een heel instituut, dat zijn wel mensen, er is de machtsverhouding, dus je moet je ook veilig voelen om die zaken op tafel te kunnen gaan leggen. Want het kan heel veel vlug naar een onveilige situatie gaan, in de zin van dat die mensen, mensen ook een macht hebben om te zeggen van oh, die is heel moeilijk om mee te werken, of die gebruikt wel heel radicale of heftige taal, tot van ja, die is racistisch tegenover witte mensen. Die is... Dus je hebt eigenlijk een hele reeks van zaken die heel, heel broos zijn in een relatie tussen een artiest en een instituut. En in hoeverre de gevoeligheid en de kennis er zijn om te gaan met die materie. En we moeten eerlijk zijn, in België en in Nederland ook is er op zich nog heel weinig uitgediepte kennis en expertise om op die manier eigenlijk de dialoog aan te gaan. En daarbij is er ook een heel grote angst, denk ik, om iets verkeerd te zeggen dan vanuit de instituten en om of ook op tenen te trappen. Dan zit je eigenlijk met een soort van situatie waarin ja, dat je rond elkaar aan het cirkelen bent. Mm. Ja. Teweeg brengt. Ja, ik heb nog inderdaad ook een kritische reflectie van een van de kijkers. Ik lees het even voor en dan ben ik gewoon benieuwd naar één van jullie reacties, inderdaad. Instellingen komen in wat holden tot nu toe als efficiënt over. Ze oefenen hun koloniale macht efficiënt in hun handelen uit. Of er wordt een proces van hervorming efficiënt geïmplementeerd. In het voorbeeld van Amsterdam Museum. Mijn indruk is dat inefficiëntie in instellingen, en dat omschrijft hij als geen ruimte voor reflectie, gebrekkig personeelsbeheer,
waardekaders die met bepaalde personen aanwezig blijven. Goede bedoeling in één departement, ontwetendheid in een ander. Dus inefficiëntie in instellingen. Net een grote rol speelt in het domineren van een bepaald waardekader. Ik ben benieuwd of jullie daar een reactie op hebben. Inefficiëntie speelt net een grote rol in het domineren van een bepaalde waardekader. Wie waagt zich hieraan met een bedenking? Ja, Mathieu? Ja, ik wil daar wel. Ik weet niet of ik het er juist op ga reageren, maar ik had ooit gelezen en ik heb daar ook iets over geschreven over epistemologie van onwetendheid en het actief niet willen weten. Actief niet echt op zoek gaan naar, naar manieren om hiermee om te gaan en die kennis uit te diepen. Omdat daarvoor zorgt eigenlijk dat de status quo voet dan blijft, hoe het loopt, hoe inefficiënt het ook is, dat het wel blijft lopen. En dat eigenlijk de zaken niet geconfronteerd worden. En daar op die manier wat Brika brak, wel blijft uw werking doorvoeren. Maar dus inderdaad met mensen met goede bedoelingen, mensen die onwetend zijn, maar op zich... is die inefficiëntie wel iets dat dan dat op zich een tool is om, zelfs een methodologie of een strategie, om die gang van zaken eigenlijk gewoon in stand te houden. Dus ik denk die epistemologie van onwetendheid, dat voor mij denk ik een antwoord is van die inefficiëntie. Dat het een onwil ook ergens is om er niet echt in handen te nemen. En dat je ook heel vaak ziet, en dat is ook weer iets dat blijft terugkomen, maar het blijven steken op het reflecterende en het nadenken over iets. Maar dat de handelingen en concrete acties eigenlijk uitblijven. Waardoor je overleggroepen hebt, denkgroepen, de hele dingen. En dat heb je al voor jaren, maar als het gaat over concrete acties, dat het dan plots in het luchtledige verdwijnt of zo. Ja, nou bedankt maar daarvoor. Ik ga even naar Ines, want we hebben een vraag voor het Amsterdam Museum. Ines, er wordt veel verwezen naar collecties uit het verleden, herbedenken en daarop maar reageren. Wat met de relatie tot huidig artistiek werk, makers en selectie, maar criteria. Hoe is dat bij het Amsterdam Museum? Mag ik de vraag nog een keer? Er staat hier, er wordt veel verwezen, dus in jouw presentatie en je voorbeelden verwijs je veel maar naar collecties, maar uit het verleden en dat jullie artiesten uitnodigen vaak om daarop maar te reageren. En de vraag maar hier is van, hoe staat het ermee met eigenlijk huidig maar artistiek werk en makers? Wat voor gatekeeping doen jullie daarin? Of wat voor selectie of wat voor criteria? Maar hoe pakken jullie maar dat aan als museum? We zijn voornamelijk een historisch museum, dus we werken met de historische collectie die we hebben. Maar als het gaat over nieuw werk en hedendaagse makers, werken we onder andere met een open call. Maar we proberen ook onze relaties met hedendaagse makers, zeker uit zogenaamde gemarginaliseerde groepen, te verduurzamen. Dus er zijn ook kunstenaars vaak. Die nodigen we dan ook uit. Voor het aankoop van werk hebben we nu net een nieuw beleid ontwikkeld. Waarbij ook echt de lacunes in de collectie wordt gelet. En dus de relevantie voor een groter Amsterdams verhaal. Ja, is dat een beetje een antwoord? Zeker. En ik heb een tweede vraag binnen en voor een van jullie drie. Hoe zorg je in de praktijk voor dat de decoloniale stemmen
niet gereduceerd worden tot sociaal-cultureel of een participatieve luik, een antwoord op de dominante koloniale stem. Dus hoe zorg je ervoor in de praktijk dat de decoloniale stemmen niet gereduceerd worden tot een sociaal-cultureel of participatieve luik? Ja, maar ik zie jou knikken, Ines. Dat is een vraag dat gelijk bij jou... er gaat een belletje maar rinkelen. Wil je daarop reageren? Ja, want ik vind het zelf een, ook een moeilijke vraag. Ook omdat... ook vaak stel binnen het museum van waarom nodigen we deze mensen alleen maar uit om te reageren op traumatiserende objecten eigenlijk, in verhalen. En tegelijkertijd vind ik het moeilijk omdat juist die relationaliteit koloniaal zou zijn. Dus juist die neiging om heel erg het eigen verhaal te willen presenteren zonder relaties, zonder context, is ook wel een moeilijke. En hoe voorkom je... hoe voorkom je ook fetischisme van we willen echt iets helemaal anders. Iets wat helemaal buiten dit verhaal is. Buiten het Europese, buiten het koloniale. We willen iets untouched. Dat is ook problematisch, denk ik. Ik ben benieuwd naar de reactie van de anderen die mij hierop. Op het laatste, maar wat Ines zei. Joachim? Nee, maar ik denk... Het is misschien contradictorisch, want de vraag peilt naar de praktijk. Maar ik denk dat net het boek van Rolando daar een mogelijk antwoord op is. In die zin dat... En tegelijkertijd... het is een complexe vraag. Maar het toe-eigenen van een esthetisch frame om over decoloniale praktijken in de kunsten te praten, kan net... die praktijken naar waarde schatten die vaak afgedaan worden als maar sociale praktijk of participatieve praktijk. En het kan ons een manier geven om te praten over die praktijken die vertrekken vanuit die onwetendheid, hè, waar Mathieu het over heeft. Maar dat wil niet zeggen dat sociaal-culturele praktijken of sociale praktijken of participatieve praktijken niet belangrijk zijn. Hè. Integendeel, ik denk dat al die praktijken heel belangrijk zijn, maar dat sommige werken hè, en sommige gevoeligheden misbegrepen worden en dat er geen woordenschat is om die praktijken te begrijpen. En dan net in een boek, like dat van Rolando, dat gaat over het esthetisch vraagstuk, hè? En dus dat ook breder is dan enkel de kunsten. Dat gaat over echt ons begrip van de wereld en meer dan een begrip, een manier om de wereld aan te voelen. Dat heel, heel belangrijk is en dat in het vermijden dat we telkens mensen doorverwijzen of weigeren te subsidiëren of... omdat we hun esthetica niet begrijpen of niet eens zien als een mogelijke esthetiek of een mogelijke poëzie. Klopt inderdaad. En het klopt dat het betoog van Rolando veel verder gaat dan de kunsten. Maar in de context van ons gesprek van vandaag, hè, over de kunsten en de kunstsector... kunnen we wel stellen dat het wat mij ook opvalt, is inderdaad als het gaat over de samenwerkingen met kunstenaars of met makers, dat het vaak wel makkelijker of vaak via een sociaal praktijkluik gaat of een participatieve luik dan volledige artistieke eigenaarschap zonder die normatieve waardekaders. Dus dat is wel iets wat vrij opvallend is, zou ik zeggen. Maar ik ben benieuwd maar hoe jij dat ziet, Joachim.
Nee, absoluut. Het is een beetje wat ik zei. Dus, maar dat het ontwikkelen van zo'n woordenschat misschien die praktijken meer zichtbaarheid kan geven. En dat is ook heel het voorstel dat Rolando maakt, dat we in plaats van te proberen te kijken en vanuit onze blik die praktijken te begrijpen, proberen meer een receptieve houding aan te nemen en te kijken hoe verhoud ik mezelf vanuit mijn positie ten aanzien van die praktijk en vanuit een positie van luisteren en een humbling position, van kijk, misschien begrijp ik het niet, maar ik kan er naar luisteren en ik kan er op een bepaalde manier mij toe verhouden vanuit mijn positie in deze samenleving. Ik denk dat daar de beweging is dat hij voorstelt van een esthetisch kader, hè, waar dat je een rationele oordeel hebt over wat dat goede kunst is en wat dat slechte kunst is, naar een meer relationeel kader, waar dat verschillende oordelen mogelijk zijn, maar ook verschillende manieren om in de wereld te staan en die niet per se met kennis te maken zijn, maar met manieren van voelen of de dingen aan te voelen ook. Ja, en dat is het ideaal, maar in de praktijk merken we dat nog steeds een behoorlijke moeilijke oefening is voor veel instellingen. Klopt, ja. Ik zie inderdaad een vraag. Nee, het is geen vraag, maar er wordt naar de tekst van Mathieu gevraagd. Nou, ik ben benieuwd of er nog vragen binnenkomen van het publiek. Nou, dan ga ik verder met Mathieu. Jij sprak net daarvoor over het belang dat je acht bij het creëren van een bepaald maar esthetische taal, bij een bepaalde code daarbij. In het werk van Rolando wordt ook gesproken eigenlijk over de end of contemporary. Zoals ik het begrijp, en vul me gerust aan, maar zoals ik het begrijp, gaat het ook heel erg over het belang van het kijken naar het verleden. En dat ook een belangrijk onderdeel van het helen van dat koloniaal wond. Hè? Dat koloniaal wond dat door dat koloniaal verschil komt. Juist niet alleen maar in de present zit, maar juist ook in het verhalen en de narratieven van het verleden, die vaak ook gewist worden of onderbelicht zijn. Dat is één onderdeel maar van het uitleg. En ik weet bijvoorbeeld dat jij in jouw werk ook bezig ben met afrofuturisme. En ik was gewoon heel erg maar benieuwd. En ik weet niet of ik een link kan leggen. Ik weet niet of je die link maar kan leggen. Maar afrofuturisme zoals ik dat ken. Ik ben ook, ik denk maar dat de kijkers thuis ook heel erg benieuwd zijn naar de uitleg daarvan. Juist gaat over de verbeelding van de toekomst. Een soort van utopie, een soort van futurisme. Dus ja, ik ben heel erg op zoek maar naar de vraag. Maar wat ik eigenlijk, ik zou heel graag van jou maar willen horen hoe jij eigenlijk dat end of the contemporary, of in ieder geval het belang dat Rolando hecht aan het verleden, en daar echt actief bij stilstaan voor dat stukje heling. Ja, hoe jij dat aanvoelt en hoe je de link legt met jouw heel activistisch werk van juist dat afrofuturisme voor de heling. En niet omdat ze het ene beter is dan de ander, maar ik ben gewoon benieuwd naar jouw kijk daarop. Is mijn vraag een beetje duidelijk? Ja, het is heel duidelijk. Ja, op zich voor mij en in mijn werk en in mijn onderzoek ook ben ik bezig rond beleving van tijd ook. En als het ook over gaat over futurisme en afrofuturisme en African futurism en Creole futurism en diaspora futurism, want er zijn heel veel vertakkingen van die zaken. Afrofuturism is ook veelal gelinkt aan de VS, beleving van blackness, dat dan ook wel verspreid is. Maar ik herken me wel heel hard in dat kijken naar wat wij het verleden noemen en hoe dat ook beïnvloed kan worden. Want ja, in mijn onderzoek ben ik dan ook te weten gekomen iets waar ik vroeger niet bij stilstond, maar dat onze beleving van tijd ook een koloniale constructie is.
Omdat verleden, heden en toekomst zijn, is een afspraak die gemaakt is geweest van aan dit plaatsen in het verleden, dit plaatsen in het heden, dit plaatsen in de toekomst. Ook het feit van we geven een soort van waarde aan minuten, seconden, uren, maanden. We gebruiken de Gregoriaanse kalender, die is universeel gemaakt. En zodanig creëren we eigenlijk een hele constructie van dingen die we in die tijdshokjes gaan plaatsen. Terwijl er heel veel andere mogelijke belevingen zijn van tijd. En wat wij in het verleden plaatsen en als heel vaak voorbij beleven, dat dat eigenlijk nog steeds het heden kan zijn. En dat nog steeds iets is dat wij vandaag beleven. En dan moet je maar kijken naar, naar dingen zoals kolonisatie. Als we hebben over kolonisatie als iets in het verleden, maar dat vandaag eigenlijk nog steeds heel hard aanwezig is door enerzijds te evolueren, maar door anderzijds ook heel veel dingen te installeren die heel grote impact hebben op heel veel mensen. Dat het moeilijk is om binnen onze definitie van verleden te gaan praten als iets dat voorbij is. En ik denk dat daarin ook mijn zoektocht is en ook afrofuturisme is niet enkel iets van de toekomst, maar is ook van hoe kan je het verleden herverbeelden? En geschiedenis is ook een deel afspraken en een deel hoe er afgesproken is om een geschiedenis te gaan verbeelden. Dus ik kan geschiedenis op die manier ook gaan herverbeelden en herbekijken en vanuit verschillende hoeken gaan bekijken. Als we het hebben over wereldgeschiedenis, waar Europa wordt gecentreerd. Als we het hebben over de wereldoorlogen, waar Europa wordt gecentreerd. Waar dan bijvoorbeeld de geschiedenis geweest is van alle mensen uit de koloniën die zijn gaan vechten in die wereldoorlogen. Ik kan daar heel ver in gaan in hoe dit in mijn werk ook tot uiting komt. Maar ik denk vooral dat, en dat is een sleutel, key components kan ik niet vertalen, maar die verbeelding en kijken hoe die verbeelding ook heel hard aan banden is gelegd of binnen een bepaald afgebakend is, om daar eigenlijk buiten te gaan en te gaan zoeken van wat zit hier nog meer in? Als ik al kijk naar mijn eigen familiegeschiedenis, wat daar wordt verteld en hoe dat impact heeft op wie ik ben vandaag. En wat ik dan doorgeef ook bijvoorbeeld aan mijn kinderen bijvoorbeeld. Dat zijn wel zaken die dan eigenlijk in mijn werk tot uiting komen. En dat futurisme niet vast ligt als wat wij verstaan onder toekomst, maar dat het een soort van vlak is waar alle zaken met elkaar interageren. Ja, mooi. Maar is er iemand die eventueel op de vraag van Mathieu of de antwoord van Mathieu wil reageren? Dat mag, hoor. Maar misschien als aanvulling. Ik denk dat wat Mathieu zegt een deel is van de kritiek dat aan bod komt in Vistas of Modernity. The End of the Contemporary in het boek inderdaad verwijst naar de normativiteit van ons tijdsbegrip, van onze ervaring van tijd, dat dat geen universele ervaring is, dat iedereen tijd op een andere manier ervaart. Maar de contemporary expliciet bekritiseert als die hedendaagsheid die heel centraal is in de kunsten. Dus we spreken, als het goede kunst is, is het hedendaags. En hedendaagse kunst is goede kunst. Dat esthetische oordeel dat vasthangt aan het concept van hedendaagsheid. Dus een vorm van presentisme, van het vastgrijpen van dat tijdsvlak, van het heden, om een oordeel te vellen en om anderen daaruit te sluiten. Dus om te zeggen van die praktijk, dat is eigenlijk een beetje passé. Hè? Dat hebben we eigenlijk al gedaan, dat is niet vernieuwend. Hè? Dus de noodzaak om telkens opnieuw vernieuwend te zijn, is ook maar een privilege van de enkelingen die bepalen wat hedendaagse kunst is en wat hedendaagse kunst niet is.
En dus eerder dan denk ik, de rug te keren naar het verleden, of zich te verhouden tegenover het verleden, gaat het over wat ons vooraf gegaan is. En dat sluit mooi aan bij Mathieu, zijn begrip van begrip van tijd als een kluwe, naar waar heden, verleden en toekomst een beetje door elkaar loopt en waar je dan verschillende touwtjes kunt trekken om die wederzijdse invloed te laten bewegen. Dat hetgeen wat ons vooraf gaat een belangrijk concept is. Ik denk dat Rolando gaat daar heel ver in en hij stelt precedentie voor als een alternatief voor immanentie. Dus dat is een heel diep filosofisch gesprek waar hij zich ook afzet tegen een discussie in de westerse filosofie met het begrip van precedentie. Maar wat is er ons vooraf gegaan? Dat is een manier om zich te verhouden tegenover die hedendaagsheid waar dat hij zich tegen afzet. Ja, nou, dank voor de aanvulling. Dit brengt ons... Maar Ines, had jij nog een aanvulling? Nou, dit brengt ons dan aan het eind van dit gesprek. Ik wil jullie als sprekers enorm bedanken. Ines, Joachim, Mathieu. Rolando is helaas maar vertrokken. Maar inderdaad ook mijn dank voor zijn aanwezigheid en bijdrage. Ik wil de kijkers thuis uiteraard ook bedanken. En ik denk dat ik nu het woord geef aan Rachida om af te ronden. Ja, dankjewel Ama. En dankjewel ook aan alle panelleden en Rolando die er ook niet meer is. Het is een heel boeiend gesprek geworden alweer. Ik denk dat de kijkers daar ook wel nog heel veel vragen hebben en heel veel stof tot nadenken hebben. Maar alleszins de uitzending of de sessie van vandaag kan herbekeken worden. Er is nog heel wat informatie die nog kan geraadpleegd worden. Kijk zeker eens naar, of luister zeker naar de podcast van The Kitchen. Het boek is natuurlijk ook een aanrader om te lezen. De tekst die Mathieu ook heeft aangehaald. Er is echt wel voldoende stof om achteraf nog u in te verdiepen. Wij zijn in ieder geval heel erg blij dat we deze interessante reis hebben kunnen doen samen met jullie. En wij, dat ben ik, Rachida Lamrabet, maar ook Miriam Halimi van het Kunstenpunt en Alisa Saro van het Vlaams-Nederlands Huis De Buren. Ik hoop echt dat jullie hier wat aan hebben gehad. Mocht je nog vragen, bedenkingen hebben over de inhoud van de sessie, dan aarzel niet om ons die mee te delen. En dan hoop ik dat we elkaar op een ander moment nog eens zien. Ook nog mijn speciale dank aan de deskundige moderatie door Ama. Dankjewel, Ama. Zoals Miriam, of liever zoals we in het begin ook al gezegd hebben, er komt nog een artistieke samenvatting van deze sessie die u dan ook allemaal zal krijgen. Hartelijk dank en nog een hele fijne dag aan jullie allen.